Yo, hallo dames en heren, vet dat jullie allemaal kijken naar een splitsplinter nieuwe video. En jawel, ik zit hier in Portugal en ik dacht ik moet een video maken. Weet je wat grappig is? Ik film nu met mijn mobiel, omdat mijn broer, die had een laptop en ik wou mijn camera meenemen. Maar ja, het was allemaal gedoe, want ik dacht dat het niet kon en nu film ik met mijn mobiel. Dus als het geen goede kwaliteit is, sorry daarvoor, maar in Nederland komt er weer goede kwaliteit. Maar ik wou het vandaag even hebben over Pokémon Go. Jullie kennen het allemaal wel, Pokémon Go is een app. Er zijn mensen geweest die dus door die app gewoon op treinrails gingen staan. Allemaal dingen om een Pokémon te vangen. Dat is toch bizar gewoon. Je bent gewoon gek als je dat doet. Pikachu of weet ik hoe die andere heten. Maar ja, ik heb vroeger niet heel veel Pokémon gekeken. Ik weet nog wel dat Pikachu een ijzerstaart had. Bam! Al die Pikachu's kon zoeken, zeg maar, met zijn staart. Ik ga eerst even, voordat ik verder ga praten, ga ik heel even het uitzicht laten zien. Want dat is prachtig mooi. Dus daar komt het uitzicht. Besef even dat ik bijna mijn mobiel naar beneden liet kletteren toen ik het uitzicht ging filmen. Zoveel heb ik voor jullie over. Maar mijn stagebegeleider in tegendeel. We waren bij de Efteling trouwens. En ik was samen met Ruben, Mark en Wesley en ik. Dus wij gingen dus naar de Efteling. Wij gingen dus een soort van zitten op een bankje of een restaurant. En wie gingen Pokémon's vangen? Ja, Mark, een stagebegeleider dus. En het was hartstikke leuk. Het was een hartstikke leuke dag. Alleen het idee dat iemand zo verslaafd kan worden dat hij bijvoorbeeld Pokémon's gaat vangen. Als Mark er niet was, dan dachten we, oh ja. Het rare is dat die app dus een soort van virtueel iets heeft. Dus dat betekent, je weet toch die brillen, je weet wel dat soort dingen. Nou, dat is een beetje het soort gelijke van dit. Want je kan dus, je gaat dus gewoon filmen. Nou, niet film, maar je kijkt dus door je mobiel heen en dan zie je gewoon een Pokémon. Super grappig. Je ziet dus gewoon, je kan bijvoorbeeld in je huis, als daar een Pokémon zit, kan je dus je mobiel pakken en dan ga je dus filmen en dan heb je een Pokémon in je huis. En Mark heeft zelfs een Pokémon op iemands billen, op iemands billen gevangen. Ja, diegene die wist het niet, maar het was wel zo. Dus dat is super grappig natuurlijk. En ja, voor de rest, ik heb het ook wel even uitgeprobeerd en Mark zei, maak er een video van. En ja, dat heeft nog niemand. Ik zie nu al Vuurtje een video maken. Joey Bravo. Dus ik dacht, ik maak gewoon een soort van praatvideo. En ik laat zien hoe ik het ervaar. En ja, het is zeker een 10 waard. Jullie moeten het gewoon even allemaal downloaden. Het heet Pokémon Go. En ja, ik zit hier lekker op een stoel te praten tegen mijn telefoon. Ik vind het heerlijk. Ik vind het echt heerlijk. Doe gewoon allemaal een duimpje omhoog. En abonneer vooral op mijn kanaal. En ik zie opeens een knopje die ik misschien wel moet indrukken. Oh, ik maak een foto terwijl ik film. Super cool. En download gewoon die app. En ik zie jullie weer. Later.